dadelijk om 8 uur is het overal in Nederland stil. 2 minuten waarin we ons realiseren dat we hier in vrijheid 2 minuten stil kunnen zijn. Wij doen dat in blijvende dankbaarheid jegens allen die waar op de wereld hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, zullen de burgemeester namens het college van BMW en Evert Pripnau namens de jongeren van Zoetermeer als eerste een krans leggen bij het herdenkingsmonument. Nu zal de burgemeester het woord tot u richten. Dames en heren, jongens, meisjes en jongens. A special welcome to Chief Warrant Officer Rendon. We are honored that you are at this ceremony. De bijna 13-jarige Appie van Stralen woonde in Zoetermeer. Maar ging in Den Haag naar de middelbare school. Toen hij daar op woensdag 13 september 1944 aankwam, mocht hij meteen weer naar huis. Zijn leraar bleek ziek te zijn. Was Appie blij? Of baalde hij misschien dat hij dat hele eind voor niets had gefietst? We weten het niet, want in de Tweede Wereldoorlog zat het leven vol gevaren. De Duitse bezetter voerde een schrikbewind. En de Engelsen en de Amerikanen en hun bondgenoten probeerden hier een eind aan te maken. Zomaar uit het niets dogen dan ook enkele geallieerde jachtvliegtuigen op. Zij namen vaak spoorlijnen, treinen en voertuigen op de wegen onder vuur om de Duitse bevoorrading te verlammen. Dit keer kozen ze voor iets in het landelijke gebied tussen Leidschendam en Zoetermeer. En daar reed Appie. De jongen gooide zijn fiets aan de kant en dook onder een groentekar die misschien wel het doelwit van die aanval is geweest. Appie werd getroffen. Hij raakte zwaar gewond. En niet veel later is hij in het ziekenhuis overleden. De jonge Appie is een van de vele slachtoffers van het oorlogsgeweld die we vandaag herdenken. Het zijn de slachtoffers uit onze stad, maar ook uit andere plaatsen. Het zijn de burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in Europa, in Zuidoost-Azië of waar ook ter wereld in oorlogssituaties en tijdens vredesmissies zijn omgekomen of vermoord. En bij al die namen hoort een verhaal. En bij elk verhaal was of is nog steeds verdriet. Op die voor Appie zo fatale dag in 1944 vertrok uit kamp Westerbork in de provincie Drenthe het laatste transport met Joodse landgenoten naar de concentratie- en vernietigingskampen in het oosten.
Bergen-Belsen was dit keer de eindbestemming. Maar de treinen gingen ook naar Auschwitz, naar Sobibor, Theresienstadt en andere gruwelijke kampen van de nazi's, waar alles slechts om terreur en vernietiging draaide. Jehovah's getuigen, Sinti en Roma, homoseksuelen, verstandelijk gehandicapten en anderen worden eveneens tot de slachtoffers van het nazi-regime. En we denken ook aan de mensen die in verzet kwamen en hier de hoogste prijs voor betaalden. En aan alle anderen die leed meemaakten. Ook in Zoetermeer is veel gebeurd. Tom Vermeulen schreef er jaren geleden een mooi en indrukwekkend boek over, getiteld Dorp in Oorlog. En daarin staan veel citaten van Zoetermeerders die over die periode vertellen. Zij maakten de terreur mee. Zij leefden in angst. Desondanks durfden Koster Piet Wierits van de Oude Kerk en zijn echtgenote, de Joodse mevrouw Guerrero en later ook haar dochtertje en haar man, te laten onderduiken. Tijdens een razzia heb ik de vrouw en het kind in de kap van de kerk verborgen, vertelde hij. De Joodse echtgenoot trok intussen gauw wat werkkleding aan en ging met de koster aan de slag op de begraafplaats. Ze dachten dat hij een knecht van me was, zei Koster Wierits. En het was ook niet voor niets dat we zojuist samen met u, Chief Warrant Officer Rendon, als vertegenwoordiger van de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika, kransen legden bij de Oude Kerk. Bij het eregraf van de Amerikaanse piloot John McCormick en Jacob Levert van Rij. Bij hun onderduikplek in Zevenhuizen kwamen zij eind april 1945 in een vuurgevecht met de Duitsers om het leven. In het graf liggen ook de verzetsmannen Cornelis van Eeren en Jan Hoorn. Wat fijn is het daarom, familie Hoorn, dat ook u er vandaag bij bent en zojuist een bloemstuk heeft gelegd. Want notabene op 5 mei 1945 maakten Cornelis en Jan zich met een groot aantal andere leden van de binnenlandse strijdkrachten op om onze bevrijding te gaan vieren. Blij en enthousiast verzamelden ze zich in de openbare school aan de Dorpstraat, toen ook hier Duitse militairen verschenen en een volop is geschoten. De twee mannen hebben het niet overleefd. De meeste van ons maken die periode niet mee. Het aantal getuigen neemt af. Maar het verhaal over het leven met oorlog mag niet verloren gaan. Al is het alleen om ervoor te zorgen dat we ons blijven beseffen hoe kostbaar en hoe kwetsbaar onze vrijheid is. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat we er vaak niet bij stilstaan hoe bevoordeeld wij zijn. Toch zijn nu op dit moment in Oekraïne op maar een paar uur vlieg van hier heftige gevechten gaande. Soedan, Syrië, Afghanistan en ga zo maar door. Wat zich ook daar afspeelt, zien we in het nieuws en horen we van vluchtelingen die gelukkig ook in onze stad een veilige haven hebben gevonden. Bij hun verhalen kunnen we ons nauwelijks een voorstelling maken. Wij weten niet beter dan dat we in vrijheid leven. Dat het ook bij ons anders is geweest, mag daarom niet, mag nooit worden vergeten. Mijn ouders maakten de oorlogsperiode mee. Dat geldt ook voor u, ook voor jullie vaders en moeders, of grootouders, of misschien wel overgrootouders. Het is aan ons om die herinneringen levend te houden. Ik hoop, of ik weet zeker, dat ook onze scholen hier een heel actieve rol willen vervullen. Een goed initiatief is ook de tentoonstelling Verzet en Vrijheid, die sinds het afgelopen weekend bij het historisch genootschap Oud-Zoetermeer in de Dorpstraat te zien is. De 5 zwarte jaren uit onze geschiedenis waarschuwen voor wat er kan gebeuren als groepen worden uitgesloten. En die 5 zwarte jaren onderstrepen hoezeer we onze vrijheid moeten koesteren en omarmen. Morgen is het daarom overal feest en vieren we dat we in 1945 zijn weer vrij.
Vandaag zijn we stil en herdenken we. Dat doen we voor Abby, voor John, voor Jacob Leven, voor Cornelis, voor Jan en voor miljoenen anderen, waar ook ter wereld. Hun stem mag niet verstommen. Hun verhaal moeten we blijven doorgeven. Van generatie op generatie. Altijd. Ik wil uw aandacht vragen voor Eva Pitno van basisschool De Springplank in Zegwaard. Zij draagt een prachtig gedicht voor dat de 14-jarige Ilja Woersma in het verleden heeft geschreven voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het is getiteld De Tijd. De Tijd. Met trillende handen en knikkende knieën, een voelbare angst in die donkere nacht. Ik kan me niet voorstellen hoe mensen zich voelden. Ik kan me niet voorstellen hoe het geweest moet zijn. Iedereen bij elkaar, luisterend naar de schoten, hopend dat ze weg zouden gaan. Hopend dat ze zouden ontwaken uit deze nachtmerrie. Hopend dat alles weer als vroeger zal zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Ik kan het proberen te begrijpen, maar het echt begrijpen, dat kan ik nooit.